een nieuwe video. De eerste video van 2024. De vrachtwagen die stond bij mij thuis met oudjaarsdag. Voor als er nog calamiteiten waren. Want bij het bedrijf waar ik werk, daar hadden ze een groot feest. Dus daar kon je met de vrachtauto de dam niet afkomen op oudjaarsdag. Kabiet schieten, muziek. Dus het is nu 2 januari. Dat zullen we eens even weer terugbrengen. Een klein reparatieklusje doen. Lise zegt dat ik aan het begin van het filmpje moet zeggen dat je moet abonneren en duimpje omhoog doen. Ik weet niet hoe je nou al weet of dat een leuke video is. Maar ja. Als mensen het niet afkijken, ze vinden het begin al leuk. Nou, je kunt sowieso beter altijd even alvast een duimpje omhoog doen. Dan weet je zeker dat ik die binnen heb. Nou ja, zullen we de vrachtauto terugbrengen? Dag Lies? Yep. Dingetjes op de planning staan. Ik wil graag nog een keer een melkvideo maken. Daar is ook wel iemand die vraagt daar steeds naar. Dus komt eraan. Ik moet nog even zorgen dat alles daar goed voor is. En de tijd ervoor hebben. En dan is het batterij leeg. Oké. Zoals ik zei, een melkvideo die komt er nog een keer aan. Helemaal het melken van begin tot eind. Wat heb ik nog meer? Is dat niet een beetje een lange video? Ja, maar die ga ik wel korter maken. Ik ga wel in knippen. Maar van alle aspecten van het melken komen erin voorbij. Wat is dat, aspecten? De onderdelen. Oh. En waar was ik ook weer? De melkstudie? Ja. Doet hij dat? Geen idee. Wat zegt hij dan? Niks. Gewoon piep en klaar. De melkvideo, dus de machines die moeten ook nog steeds naar binnen en schoongemaakt en nagekeken. De trekkers een beurtje, de Bobcat moet nog even goed nalopen. De kraan, alles moet eigenlijk nog. Dus ik wil nog eigenlijk een bak breder maken van de Bobcat, van 2 bakken 1. Nou ja. Waarom wil je dat eigenlijk? Een grote bak maken. Waarom zou je 1 grote bak willen? Dat is makkelijker, dan kun je zoals een voerrest makkelijk opscheppen. Oh. Dan vind je het zo vaak in de weer te rijden. Ah. Nou ja, verder is er nog werk genoeg denk ik wat voorbij komt. Verder vergeet ik niks. Oh, de messcheider video, daar was ook nog een vraag naar. Een video over de messcheider. Wat is een messcheider ook alweer? Ik weet nog wel wat een messcheider is. Is dat dat ene ding wat van poep van kleine zoontjes maakt? Is dat dat ene ding van poep kleine rondjes maakt waar ze in liggen? Ja. Ah, oké. Waarom wil je daar eigenlijk een filmpje van? Iemand vroeg daarna hoe dat werkt. En, is dat hetzelfde als bij de melkvideo? Nee, dat was een andere video. Oh. Nou ja. Mag jij verder nog iets kwijt of wat vragen, Lies?
van papa volgen. Ja. Abonneren. En dank u wel. Ook dat. En het belletje dan? Belletje mag ook, want dan krijg je een notificatie van mijn video, hè, als die eruit is. Ja, weet ik. Dat zegt ze ook altijd bij mij, dus daarom. De andere staat daar, toch? Ja. Dat is de oranje. Die hebben er net neergezet. Staat dat ding scheef of lijkt dat zo? Wacht die meneer toevallig op de bus? Weet ik niet. Mevrouw, dat is een mevrouw. Hé, hey, daar staat die ene machine. Dat is in de gebiedsging ding. Daar. Wat zijn die dingen daar, papa? Dat is Betsy. Waarom staat die ladder daar? Ja, dat is lekker. Uitstappen? Ja. Oké. Okay. Ben je trouwens naar de kapper geweest? Nee. Oh. Zet me even uit, anders krijg ik veel te veel. Gisteravond is Henk langs geweest en Henk heeft 2 iglo's meegenomen. Dat is dus Storm Henk. We hebben ze maar even, die heb ik alweer los. Gisteravond even een paar spanbanden overgegooid en een beetje windbrekers ervoor gezet. Dus. Ik zou zeggen tot zover. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog is wat ik al gezegd, dus tot de volgende. Joe!